call of Jesus. And so deze nieuwsuitzending, hij begint gelijk al te lopen. Dat is De Liegende Priester en daarvan aflevering 7. En die gaat over sodomie. En over sodomie, daar gaat deze, vind ik, liegende priester. Want ik zal het uitleggen waarom ik dat liegen vind. Dan gaat hij liegen over sodomie. Laten we, ik pak hem even op goed geluk. Ik hoop dat de Heilige Geest bij mij is. Even kijken waar hij echt lekker bezig gaat over sodomie. Kind of heard some talks that I say this, you know, very similar things that are written in the book, who have said, like, one of the things I've said in the past is, I cannot wait until the church canonizes someone who, you know, is known to be, to experience same-sex attraction. Now, I have to always clarify what I mean by all those things, like... Geef even snel praten. Maar hij zou willen dat de kerk kanoniseert de mensen met een bepaalde, wat is dat dan? Neiging of een attraction. Daar had hij het over. That, no, they didn't act on it. They were chaste and whatnot. But the reason why is because the catechism even says is that men and women who experience same-sex attraction, that the Lord is still calling them to be saints. He's still calling them to the heights of holiness. And I think the experience, though, of so many people is, well, no, I'm disqualified. If this is my experience, then this is who I am. Wat zei hij nou? Hij heeft het over lesbiennes. Zei hij nou heilige? Is I cannot wait until the church canonizes someone who you know is known to be to experience same-sex attraction. Now this experience things like attraction. Okay. I have to always clarify what I mean by all those things. Like that no, they didn't act on it, they were chaste and whatnot. But the reason why is because the catechism even says is that that men and women who experience same-sex attraction, that the Lord is still calling them to be saints. Still... In de catechismus staat dat lesbiennes, wat God betreft, heiligen kunnen zijn. Act on it. They were chaste and whatnot. But the reason why is because the catechism even says is that that men and women who experience same-sex attraction, that the Lord is still calling them to be saints. They still call. Yeah. Dat de Heer ze nog steeds oproept om heiligen te worden. Calling them to the heights of holiness. What? Het toppunt van heiligheid? Wat ga je me nou maken, meneer vader Mike Schmitz? In het Oude Testament, daar staan de 10 geboden. Exodus 20. Een van die geboden is, gij zult niet echt breken. Dus geen adultery doen. Punt. En daar kan je geen jota aan toevoegen, geen jota van afhalen. Adultery staat voor seks buiten het huwelijk. Nou, dan kan je dat gerepareren door te zeggen, ja, dan laten we 2 vrouwen ook trouwen. En dat doen wij van de Rooms-Katholieke Kerk heus wel hoor. En wat kost zo'n huwelijk? Oh, dat is helemaal niet zo duur hoor. Maar dat is geen huwelijk. Adultery, dus overspel, of echtbreken, dat is seks om de seks. Maar dat verlangt God helemaal niet van je. Ja? Gaat heen en doe maar alles waar je zin in hebt, I don't care. Dat heeft God niet gezegd. God heeft gezegd, respecteer, heb respect voor seks. Dat is om kinderen te krijgen, primair. En dat zorgt voor de aantrekkingskracht tussen een man en een vrouw. Daar gaat de Bijbel over. En dan kan je zeggen, nou, dat vind ik helemaal niks. Want ik wil wel buiten de deur wippen de wip. Ja, dat kan. Dan ga je dat lekker doen. Word je daar gelukkig van? Nee, helemaal niet. Dus ik heb het niet gezien. En ik ken een behoorlijk aantal sodomieten. Die er gewoon lekker tegenaan gaan. En dat klopt er helemaal niet goed mee. Niet in de empirie. En volgens de Bijbel was het van tevoren al geen goed idee. Dus we hebben het over. Kijk wat hij nog meer zegt.
And he kind of wasn't sure what you meant by that. But you say in the book, this is the question faced by every man or woman who experiences same-sex attraction. What are you going to do now? What do you mean by that? And why is it such a pressing question? Yeah, and that's a great question of yours about this question. There's a chapter in the book about acceptance and the virtue of acceptance. And what I mean by the virtuous acceptance is something I got from Father, Romano Guardini. That's it. Father Romano Guardini. He wrote about that any growth in the spiritual life begins, or every spiritual growth in the spiritual life begins by first accepting the reality of your present situation. Dus de realiteit van jouw situatie is dat jij seks hebt buiten het huwelijk. Je overtreedt 1 van de 10 geboden. En dat moet je accepteren. Nou, tot op zekere hoogte kan ik daarin meegaan. Dat iemand berouw toont of tegen Christus zegt in een gebed. Ik ben niet zo lekker bezig. Ik kan er beter maar mee ophouden. Terugkeren op je pad. Maar acceptatie van het feit dat je nu een keer zo bent, daar word je niet gelukkig van. Je gaat het niet begrijpen. Je krijgt er punt 1 geen kinderen van. En dan kan je net als die Nederlandse cabaretier Paul de Leeuw, dan zeg je, nou, dan adopteer ik toch gewoon kinderen. Ja, dat zijn jouw kinderen niet, hè? Natuurlijk zijn er mensen die kunnen geen kinderen krijgen. En natuurlijk mogen de kinderen geadopteerd worden. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar wat ik misselijkmakend vind, is dat mensen die aan het same-sex marriage, dus hoe noemen we dat? Een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. En dan maar kinderen adopteren. Het lijkt mij demonisch. Or even, you know, accepting the reality of your past, of your story, of what brought you to your present situation. Because he says, until that moment, I can approach the Lord, but I'm not approaching the Lord as me. I'm approaching the Lord as the person I think he wants me to be, or as someone I think I should be, but not as me, with all my... Wacht eventjes. Dus... Hij heeft het nou over zichzelf en over mensen die fornicaten, die adultery plegen, overspel, seks buiten het huwelijk, in de rondte wippen. En je benadert dan God niet vanuit alles wat je gedaan hebt, maar je benadert God zoals je denkt dat God wil dat jij zou zijn. Nou, hoe God wil dat jij bent, is dat als jij een man bent, dat je als de sodemieter op zoek gaat naar een hele lieve vrouw. En je sticht samen een gezin. En die vrouw die zorgt goed voor jou. En jij zorgt goed voor die vrouw. Je bent samen 1 vlees. En mogelijk krijg je kinderen. En die voed je samen op. Dat is wat God van je vraagt. En dat je daarnaast heroïne wil gaan spuiten en allerlei gevaarlijke dingen doen door je penis te stoppen in de anus van een andere man. En dan liefst elke week een andere. Ja, er zijn wel meer dingen die zijn levensgevaarlijk. Ja, dan kan je misschien nog beter heroïne gaan spuiten. Dan weet je gelijk waar het ligt. En het punt met sodomie is, daar kom je pas achter als je wat ouder bent. Omdat je dan denkt van, gimpie, ik zit helemaal alleen in het bejaardentehuis. En waar zijn mijn kinderen? Oh, ik weet het al, ik had helemaal geen kinderen. Maar waarom komen dan niet de kinderen van die andere ouders naar mij toe om mijn luier te verschonen? Want de verpleger, die is al lang naar huis. En daarna had ik een aanval van diarree, want die kippensoep die had te lang op de vuur gestaan. Dus ik heb salmonella. En waar zijn mijn kinderen? Oeh, boehoe, huil, huil, huil. Ja, daar waarschuwt God voor. En deze meneer, vader Mike Smith, die zit er een beetje ruim over te doen.
alsof die alle homoseksuele mensen naar de kerk willen hebben. Van kom maar bij ons. Dan mag je blijven doen wat je wil. Dan mag je iedere week naar de SM-club en je op je blote billen laten slaan door een hele grote man met een baard. En allemaal grappige dingen met een dildo erbij. Want ik weet hoe het eraan toe gaat, hoor. Ik ken die mensen. Ik weet precies wat ze doen. Ga je zondagochtend ga je naar de mis. En zondagmiddag ga je naar de SM-club. En dan kom je s'avonds thuis, hap je eten. En dan maandag weer lekker aan het werk. Het maakt je leven leeg. Dat is het punt. En ik vind ook niet dat mensen moeten stoppen met mensen die dat graag doen. Gewoon graag seks hebben met mensen van hetzelfde geslacht. En dan dus buiten het huwelijk, buiten de vaste relatie, die ook verder geen doel heeft. Hooguit een economisch doel. Of een doel voor de gezelligheid. Maar wat niks te maken heeft met het stichten van een gezin. Ja, je hoeft er van mij niet mee te stoppen. Ik zou zeggen, ga beginnen met een zinvol leven. En niet seksen buiten het huwelijk. Ik doe even een teken. Ik ga niet alles luisteren. Dit is meer dan 30 minuten. Dit kan ik niet allemaal bespreken. Dus ik pak hem maar gewoon een stukje. Ja? This has to be like very personal and very careful. Will more and more identify themselves as someone who experiences same-sex attraction, but someone who's also choosing Jesus and chastity. When we have that, what we'll see is, they still have a place? Of course they have a place. And that sense of one of the working titles for the book was It Is Good That You Exist. That was going to be like the title, but that's a little bit cumbersome coming out of the mouth. And so but one of the messages of the book is it's good that you exist. There is so much, you know, it's about speaking with so many people who experience same-sex attraction. There's so much hurt. There's so much brokenness, and doesn't even necessarily come from people in their lives pointing a finger and accusing them. Maybe no one's ever said anything negatively to them about sexual identity or sexual experience, but there's a lot of interior guilt. Ik ben het hier niet mee eens. Like seks, daar heb je het niet over. Dat moet je niet doen. Het is altijd een vorm van porno. Seks, dat is tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk. En waarom ga jij als man vertellen over je seks met je vrouw? Als je toch een kind hebt, dan snapt een kleuter snapt nog dat je seks hebt gehad met die vrouw. Daar hoef je het niet over te hebben. Dus ik wil ook helemaal niet weten van mensen dat ze zeggen, ja, ik doe het alleen maar zus en zo. Dan denk ik, ga toch weg? Dat wil ik helemaal niet weten. Toen ik 24 was, toen hadden wij zo'n met vrienden. Het best wel een maf verhaal hoor, daarom stotter ik een beetje. En dan zaten we in de kroeg en dan allemaal verhalen over seks. En dan wat iedereen echt had meegemaakt. Ja, toen was dat leuk. Dan heb ik ook de meest gory details gehoord. Dat je helemaal moet uitproesten van het lachen van zo. Ik dacht dat ik een slecht seksleven had, maar jij kan er ook wat van. Nou, voor die beteuterde gezichten. Seks stelt helemaal niks voor. Dat is het hele punt. Als je voortdurend geconfronteerd wordt dat de ene zegt, ja, seks dit en seks dat. Ja, ga je vanzelf denken, hoe zou het zitten met die seks? En als je één keer gaat kijken naar porno, dan wil je er nog wel eentje zien. Maar het stelt niks voor. Het is ledigheid. En dan zeg je, ja, maar ik vind het lekker. Ja, dat is best. Maar het is ledigheid. En meer niet. En jouw leven is iets meer dan het hebben van seks. En dat een man met een boordje dan ons gaat vertellen, ja, maar het is best wel oké hoor, dan doe het maar fijn. En je moet je gewoon gaan bidden alsof je een heel ander iemand bent, namelijk degene die jou echt moet zijn. Maar daar gaat het toch helemaal niet om. Je gaat ontdekken dat seks niet het is. Hooguit een leuke hobby. Behalve dat je leven ervan kapot gaat als je dat alsmaar gaat lopen doen met Jan en alle man.
Ik werd er ruzie van. Saaie telefoongesprekken. Slaande deuren. En andere vormen van ruzie. Ja. Nog een heel klein stukje. The central point of discontent, whenever we associate our attraction with our identity, you can't move forward from there. And so that link is the one that needs to be addressed and broken if we're going to make progress in our relationship. Yeah, I totally agree. Because then also it makes this obstacle for what I would just call common sense. So even all those questions in that last chapter, I had originally, I'm not sure if it's still in the final draft, but I had put in all of these questions and answers, or the answers to all these questions, are really just common sense. If you just substitute someone saying I'm gay for anything else, you would know exactly what to do. Like you'd be, oh, it's really clear. But again, this kind of sense of like, this is my identity now. Then like, wow, I can't have an opinion about your identity. I can't challenge your identity, which makes sense, I guess, if it was accurate. But if it's, oh, actually, I want to call you on, and I want to actually have a relationship with you, Jonathan, you know, and that's and I mentioned this in the book too. At one point, there's some siblings involved, and there's a sibling who said, well, you know, mom and dad had better, I just want them to change or something like this. They better accept me. And his sister said, yeah, that's not going to happen. And he's like, what are you talking about? And she said, if they love me, they'll accept me. And she said, so rightly, so wisely, like spoke into his heart, into his mind. And she said, are you telling me that you want mom and dad to accept you for who you are and what you believe, but you're not willing to accept them unless they change who they are and what they believe? And he was like, and to his credit, was like, yeah, I can't do that, can I? And it was such a good breakthrough moment, because this is someone who's common sense, who loves him, and just kind of spoke into this and said, we still love you, but listen, we will change, or we will not change, but we'll continue to love you. That's not even up for debate. But the question is, will you still love us? And that kind of gets to the heart of a lot of these things. Is like, no. I'm going to continue to love you. Will you continue to love me? Okay, here's another question. Another popular, common one, hear it all the time. Usually, whenever the church comes up in the news or the church is protesting attempts to legalize same-sex marriage, inevitably someone will throw down the Pope Francis card, where during their early interview on the airplane, he said, you know, who am I to judge? You know, or they'll say Jesus himself said, judge not. So why is the church judging? Well, dit Brandon Vocht. Vogt. Dat is ook een Duitse naam trouwens. Maar Christus heeft niet gezegd, oordeelt niet. Hij refereert aan Matthäus 7 vers... Even kijken, Matthäus 7 vers 7... Of Matthäus 7 vers 1, pak het even bij. James. Fijn hè, dat internet. Hoef je niet meer je Bijbel te... Mijn Bijbel ligt hier in de gang, dan moet ik helemaal de gang inlopen... Doe ik het gewoon van achter mijn toetsenbordje. Matthäus 7. Kijk, er staat hier in vers 1: judge not that ye be not judged. En in de Statenvertaling hebben we het Nieuwe Testament erbij. Matthäus. Zeven. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Maar je mag wel oordelen. Alleen niet om jezelf buiten het oordeel te plaatsen. Dus je kan inderdaad een geval hebben dat jouw kind... zich overgeeft aan seks buiten het huwelijk en seks ziet als... ja, de een gaat volleyballen en ik doe seks. Ja,
Dan kan je tegen je kind zeggen, als oordeel, want dat is niet wat in de Bijbel staat. Dus wat je nu doet, mijn lieve kind, dat is niet wat God bedoeld heeft. Dat wil niet zeggen dat je jezelf boven je kind plaatst. Je zegt tegen je kind, het is niet handig wat je doet. En je kan bijvoorbeeld tegen je kind zeggen van, nou, ik kan het je niet verbieden, want dat kan toch niet. Maar ik wil er verder niks van weten, bijvoorbeeld. Ik vind het niet goed wat je doet. En die katholieken die doen er een beetje makkelijk over, hoor. Nou, ik hoop dat ik dit goed heb uitgelegd. Dat die katholieken een beetje rommelen met de Bijbel. Dus 90% dat staat in de Bijbel. En 10% dat fantaseren ze er zelf bij. Van ja, de stad wil geen seks buiten natuurlijk. Maar we gaan toch die mensen die dat wel doen, die mogen ook naar de mis hoor. En die mogen ook de hostie eten. Want dit is het lichaam van Christus. En denk je, waar ben je mee bezig? Nou, ga dan een homokerk beginnen. En zeg gewoon, ik ben van de homokerk. Ik vind alles goed. Nou, ook dieven. Want kijk, als je het zoveelste gebod van gij zult niet echt breken. Als je dat mag breken, het gebod, verbreken. Ja, dan mag je het er ook stelen. Want dat is het andere gebod. Hè? Gij zult niet stelen. Nou, mag je dus ook gaan moorden. Oh, is dat soms de verklaring dat die katholieke kerk 500 miljoen mensen heeft omgelegd? En dat ze zeggen, ja, maar wij benaderen God in ons gebed alsof wij de organisatie zijn die hij graag ziet. En niet wat er gebeurd is, want dat was ons menselijk falen. We hebben per ongeluk 500 miljoen mensen afgeslacht. Oei, 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 oei. Dus het is één stukje. En daarmee alle stukjes en niet één stukje weglaten. Als je Genesis 1 vers 1 begrijpt, dan kan je eigenlijk de rest van de Bijbel wel dicht doen. Behalve als je Genesis 1 vers 1 begrijpt, dan wil je de rest van de Bijbel ook lezen. Per slot van rekening, het is ons oudste boek. Ouder dan ik weet niet wat. Ik heb in de vorige uitzending gezegd dat de I Ching het oudste boek was. Maar dat geldt voor Azië. Dat heb ik vorige keer verkeerd gezegd. Want de I Ching is ongeveer van 1000 jaar voor onze jaartelling. En het boek Genesis is naar de overlevering gezegd 1400 jaar voor onze jaartelling. Dus dat is toch nog iets ouder. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat ik binnenkort weer een mooie toespraak hoor van vader Michael Schmitz. En dat hij weer van die gekke dingen gaat zeggen. Alsof hij een christen is. Maar ja, ik zie er wel nietswaar niet uit als een christen, want ik lijk wel een katholieke priester. Zo'n Babyloniër van de planeet Saturnus. Vandaag is dat zwart. Ik vind het zo zielig. En ook die vorige uitzending over dat kruisje slaan. Nee, het heeft helemaal geen zin om met je vingers op je voorhoofd te tikken en daarna op je ene kant van je borstkast en daarna op de andere kant van je borstkast. Het helpt helemaal niet. Je mag toch blij zijn dat de katholieken niet verzonnen hebben dat je dat moet doen met je rechtervoet. Hij gaat met uw rechtervoet tegen uw voorhoofd aan. En dat had je ook nog kunnen hebben hoor. Er zijn die katholieken best toe in staat. Maar die snappen ook wel van ja, er kunnen heel veel mensen kunnen niet meedoen. En we willen zoveel mogelijk volgelingen. Want het gaat ons niet om de waarheid. Het gaat ons om de grootste kerk. En dat wij de baas zijn. En trouwens, we hebben alle poen in handen. En als er iemand stout is, nou, dan krijgt hij oorlog op zijn dak. Of hij wordt gewoon doodgeschoten in één keer, net als John F. Kennedy. God vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dat.